Dit is niet normaal, toch? Gisteren lig je bij mijn zus in bed en nu zie ik jou hier met haar. Speluitleg. Wat is de kans dat het gaat om hetzelfde nummer raden? Stel je voor, ik krijg een opdracht. Dan mag ik vervolgens aangeven hoe groot de kans is dat ik die opdracht doe. Bijvoorbeeld de kans is 1 op 4. Ik en de persoon die mij uitdaagt moeten beide een getal in gedachten nemen. 1, 2, 3 of 4. Als hetzelfde nummer wordt gezegd, dan moet de uitgedaagde de challenge doen. Als er een ander nummer wordt gezegd, dan mag de uitgedaagde de challenge doorgeven aan iemand anders. Er is echter wel één regel. Je moet minimaal lager gaan dan de vorige persoon of hetzelfde blijven. Laat in de reacties achter welke challenge wij de volgende keer moeten doen. En misschien zie je volgende week wel jouw challenge in de video. Zodat je een duimpje omhoog doet en enjoy de video. Het is een gevecht. Waarom dragen wij altijd die kutbank eigenlijk? Ja, Ivo, jij mag ook dragen. Ja, omdat ik de enige ben die hier een beetje fatsoenlijk kan filmen. Ja, ja. Kijk jongens. Yo gasten! Wat leuk dat je bij zijn bij een gloednieuwe Wat is de kans dat? En zoals jullie zien zijn we vandaag in het maïsveld. Verdomme, die planten zijn irritant hier. Ja, de eerste challenge is, wat is de kans dat je jezelf afrekent bij de supermarkt? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ah, fuck! Vorige aflevering was ook al lul. Precies hetzelfde. Okay, nou, precies hetzelfde. Nu dan weer 1 op 10. 1 op 10. 3, 2, 1, 9. 6. Oeh, hij probeert het, hè? Hij probeert het gewoon! Rob, 1 op 7. 1 op 7, Ivo. 3, 2, 1, 2. 6. Oeh. Ivo, 1 op 5. 1 op 5. 3, 2, 1, 3. 5. Oeh. Niels, 1 op 4. Oké, okay, ik tel af. 3, 2, 1, 3. 3. Oeh. Roberto. Ik blijf 1 op 4. Nee. Ja, ik blijf 1 op 4. Ik moet altijd die social awkward shit doen. Dus ik wil nou een keer dat Ivo of Niels zichzelf laat afrekenen. Dat is goed. 1 op 4. Je bent 1 op 4. Let maar op. Tel maar af. 3, 2, 1. 1. Ah, ik zag het toch. Jij mag altijd die social awkward shit doen. Het is gewoon God die kiest jou gewoon. Jij bent hiervoor gemaakt. Je weet dat je nou 3 keer betaalt, hè? Oh, nou heb ik er 3 betaald. Ja, dan moeten er 2 af. Dat mag ook hoor, als je dat wilt. Maar ik moet er wel even helemaal overheen. Kan dat? Lukt dat? Dit is nog een video, hè? Of niet? Nee. Nee? Nee, joh, echt niet. Ja, dan wil ik betalen graag. 11,95 alsjeblieft. Je betaalt nou 3 keer, hè? 3 keer nu? Ja, 3 keer, ja. Nou, vooruit dan betaal ik al 3 keer. Kom maar. Ja, ik heb mezelf al 3 keer afgerekend. Nee, je hebt dus jezelf 3 keer afgerekend. 11,95. Yes. Nou, ik krijg ze aan 3 appeltaarten. Nee, dankjewel hoor. Doei. Ik mag de volgende challenge uitdelen. En die challenge zou zijn... Wat is de kans dat je een bananenschil opeet met ketchup? En die geef ik aan Niels. Ja, want Niels is degene die vieze shit moet. Het zal weer eens niet dat ik mag gaan eten. 3, 2, oh nee, wat jammer. Wat is de kans, Niels? Jij wil er wel heel graag, hè? 1 op 10. 1 op 10. Oké, 3, 2, 1. 2. Oeh. Oh, weet je dat ik 4 wou zeggen? Ja. Ik had het echt in mijn hoofd, maar ik denk dat gaat hem niet worden. Eet je weer geluk, hè? Ivo, jij. Ja, 1 op 5. 1 op 5. Ik moet gelijk halveren die handen. Oké, kosje doen. 3, 2, 1. 2. Oeh. Rob. Oké, ja, 1 op 4. Oké. 3, 2, 1. 1. Oeh. En dan gaat hij weer naar Niels. Gaat hij lager? Gaat hij 1 op 3, 1 op 3. 1 op 3, 1 op 3. Oké. Jongens, 3, 2, 1. 2. Oeh, Ivo. Ik wou 3 zijn. 1 op 3. 1 op 3. Dan maar af. 3, 2, 1. 2. Oh, Niels. 1 op 3, 1 op 3. 3, 2, 1. 2. Oh, Rob. 1 op 3. 3. 2, 1, 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 3, 1, 1, 2, 1, 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
Kut! Ja, ik moet daar weer al die kutzorgen doen, jongen. Godverdomme, jongen. Ik ben er helemaal scheidziek van. Hier. Hier heb je een banaan. Kijk, nee, een banaan. Schil, de schil. Kijk. Dit is koken met Ivo Bex. Je hebt hier een hele mooie bananenschil. Die zorgt dat die goed rijp is en dat die gewoon lekker open is. Nice, dan lekker. Pak je de ketchup. Die spuit je erop. Je zult van die smerige ketchup. Oké. Dit is echt smerig. Dat is echt fucking smerig. Dan weet jij hoe ik me voel. Dan weet jullie jij hoe ik me normaal voel. Echte stel aarslikkers. Nou, neem maar af. Ik heb nog wel een beetje. Nee. Eten. Ik denk dat het een aardappel is. Aardappel met ketchup. Dat eet jij normaal. Dat vind jij lekker. Aardappel met ketchup. Oh. Doorslikken, je gaat er die doos uit. Spoel het weg met wat ketchup. De kalde. Nou, je hebt de klootzak. Je hebt de smerigste ketchup gekozen die er is. Je hebt een klootzak. Rob heeft het gepakt. Klootzak. Nee. Nou jongens, Ivo is aan het kids. We gaan door naar de volgende challenge. Oké, en de laatste challenge is. Wat is de kans dat je naar een stelletje toe loopt of naar een persoon en doet alsof diegene vreemd gaat? Dus zo van, hey, wat doe jij? Je bent met mij in relatie, what the fuck denk je? Zo ga je vreemd, bla bla bla. Gewoon een beetje kutten, zeg maar. Oeh. Nou, ja, kutten, wie geef ik hem? Dit is toch wel een social prijsje. Dit is toch wel die Rob Hoeks, hè? Nee, jongen. Dan mag ik het ook alweer gaan uitmaken. Ik haat die shit, man. Rob is heel slecht. 1 op 5. Oh. Respectable. 3, 2, 1, 4. Oh! Ivo heeft nog niks gehad. Waar heb ik net gekregen dan? Oh ja. Waar heb ik net gekregen? Dat is een kut. Ja, 1 op 4 dan. 1 op 4. Oh, 3, 2, 1, 2, 1. Oeh. Ik weer. Oh shit. Jij naar mij. 1 op 2. 1 op 2. Hij is gek. Nu stel ik maar dan. Oké. Zou hem gewoon. Oké, wie telt af? Wie telt af? 3, 2, 1, 2. Oh. Ja. Nou jongens. Ik heb er alleen deze. Ik vind steenpapier schaar. Steen, peper, scissors, jongens. Steen, papier, schaar. Ah! Oké, komt ie. 3, 2, 1, 2. Oh! Wat de fuck is dit? Yo, Goos. Gisteren lag je met mijn zus in bed, nou ben je met haar. What the fuck, man? Wat zeg je? Dit is niet normaal, toch? Gisteren lig je met mijn zus in bed en nou zie ik jou hier met haar. Hij was gisteren met mij, hoor. Dus ik weet niet wat je zegt. Ik vind dit echt niet normaal, hoor. Oh, ik denk al. Ik vind het niet normaal, hoor. Nee, ik kan wel even lachen en zo, maar... Gisternacht, hè? Gisternacht, ja, gisternacht, ja. Niet. Bullshit. Fuck the police coming straight from the underground. Ja, jongens, dat was het weer voor vandaag. Hebben jullie genoten van deze challenges? Vergeet dan geen blauw duimpje omhoog te doen. Ja, laat ook even in de reacties weten als jij nog een vet of leuk of spannend of raar idee hebt waar Niels of Rob de volgende keer moeten doen. Ja, ik of ben Ivo. Ik zou Ivo gewoon naaien. Ja, klaar mee. Ja, en vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal. Dat kan hier beneden. Druk even op dat rode knopje en ben jij up-to-date van al onze nieuwe video's. Zeker even doen en zeggen zoals altijd, later!